Hoe zou je het vinden als jouw vrouw een week uit huis gaat en je er tijdelijk een ander voor terugkrijgt? Gezellig, toch? Goedemiddag. Een hele goede middag. We zijn op zoek naar Bob. Ja, dat ben ik. Ongeveer. Nou, Bob. Deze is voor jou. Dank je wel. Kijk wat erin zit. Het zal wel geen shake zijn. Hé? Ik had niet dat je van de postcode loterij was. Een videoboodschap. Hi, schat. Je zal wel denken, wat doet die cameraploeg hier in ons huis? Ik heb ons namelijk opgegeven voor jouw vrouw, mijn vrouw. Ik ben op dit moment alvast naar mijn nieuwe gezin. Jij krijgt een nieuwe vrouw. En ik wens je heel veel sterkte. Ik zie je over een paar dagen. Succes. Ja, verrast? Je zit in jouw vrouw, mijn vrouw. Van SBS6. Dat is mooi. En je gaat een week lang ruilen van vrouw. En dat begint nu. En wie is de vrouw? Nou ja, vrouw, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar hij heet Wendy. Aangenaam. Hé, hey, goeiedag. Goeiedag. Hi, ik ben Wendy. Ik ben Bob. Hallo. Hoi. Nou, kom hier dus een beetje logeren. Het ziet er leuk uit. Prima. Ja? Wat tof. Leuk ingericht zelf, hè? Nee hoor, want ik doe niks in huis. Niks? In niks. Dus je zal het druk krijgen. Nou, dat denk ik niet. Nou, dat denk ik wel. Iedere morgen om 7 uur dan gaat wekken. En dan zou ik het op prijs stellen als jij het ontbijt voor me klaarmaakt. En dan na het ontbijt begin jij met het huishouden. Dus stofzuigen, vloer dweilen, wc schoonmaken, etc. Iedere dag masseer jij mijn voeten met massageolie. Oké, deze blik is goud waard. Maar wat zegt hij? Zegt hij, dit gaat mij te ver. Bij massageolie ging die verkeerd. En zegt hij, nou sorry, hier doe ik niet aan mee. Of denkt deze Bob, ja, mijn vrouw heeft ons opgegeven. Dit is vast een groter geheel waar ik er mee moet doen. En gaat hij toch overstag en zegt hij, ik doe het. Speelt hij mee of stopt hij? Bijgang. Jullie zeggen allebei nee, hij speelt niet mee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij bij mij uit de buurt komt. Ik woon in Amsterdam-Noord, dus praat een beetje zo. Dus het is gewoon hard op dit, weet je, want die zeggen gewoon wat ze vinden. Gewoon, dat ken ik wel, dat herken ik wel een beetje zo. Ja. Dus ik denk, ja. Die doet helemaal niks in huis en is hij ook niet verplant te gaan doen. Nee, dat denk ik, ja. Maar aan de andere kant Noord gestoord, hè? Dus je weet het niet. Het kan nog alle kanten op. Wat zeg je nou? Noord gestoord, hè? Noord gestoord. Of Noord, Amsterdam-Noord zeggen altijd Noord gestoord. Ja, maar Noord gestoord. Gewoon mensen. Oh, okay. Ja, is een lang verhaal. Maar hij woont er ook. Ik denk dat hij... Ik weet het dus niet zo goed. Maar in het begin zag je dat ondeugende lachje. Oh, ik krijg een andere vrouw. Vond hij best leuk. En toen kwam hij binnen. En toen zag ik het veranderen. Maar toen het over olie begon, begon er ook weer iets te twinkelen. Die twinkeling heb ik niet gezien. Nee? Hoor. Nee. Ik ook niet. Jullie wel? Ik ook niet. Misschien is het een eigen afsjaak. Willen we allemaal graag zien of Bob gaat meedoen of niet? Ja, hè? Nou, Bob, kom er maar in. Iedere dag masseer jij mijn voeten met massageolie. Mag ik heel even mijn vrouw bellen? Hoi, schat, met mij. Ik heb hier een cameraploeg in huis zitten. En ik heb hier een omgebouwde kerel op de bank zitten. Ik wens je heel veel plezier in Tilburg. Ik ga... Wendy mag hier blijven zitten. Ik ga een hotel boeken en ik ben een week weg. Hij doet het dus niet. Ja, moet je eens even verplaatsen in zo'n moment. In die belgaatjes lekker thuis Netflix te kijken of zo. En dan ineens dit. Ja. Ja, ik weet niet hoe ik zou reageren, hoor. Het is ook de stem die zo van dat ze binnenkomt. En dan ben je een Heerlijk.